mensen, ik kom weer een nieuwe video. Hup de Floris. En vandaag spelen we Clash Royale. We gaan voor iets heel geks. 1000 likes. Want dit is een final season push. Op dit moment duurt het seizoen nog 1 dag en 17 uur. Ik sta 7588. Oké, dat. Zo hoog sta ik van de wereld. Van Nederland sta ik op dit moment op positie nummer 84. En ik had aan jullie gevraagd, nieuwe seizoen video op maandag of pushen. Nou, iemand had een comment achtergelaten, heel veel geliked. Dus ik dacht, weet je wat, het is heel duidelijk denk ik. Het is heel duidelijk wat we gaan doen. Waarom zijn er zoveel offers? Trouwens, als je een offer koopt, hè. Als je nou een offer koopt, floor is gewoon easy. Dus het is duidelijk, wij gaan gewoon eventjes rammen met het dekje. En volgend seizoen zal alles anders zijn. Er komen 2 evolution slots aan. Dus je kan met 2 evolutions tegelijk spelen. Ook kaarten komen eraan die misschien niet handig zijn voor dit deckje. Dus dit is mijn laatste kans. Laten we vlammen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Is het geluid staat aan? Natuurlijk. Let's go. Focus. Ik heb gewoon het recept. Een cappuccino. Ik ben totaal niet moe of brak of wat dan ook. Ik heb een cappuccino. Ik heb wat water. We zijn fit gewoon. En we gaan gewoon rammen. Dit is het moment. Het is nu of nooit. Eerst potje tegen Rayleigh. Mocht het eerste potje verliezen... Gewoon rustig blijven. Weet je, eerste potje van de dag, dat is wel trouwens zo. Het is het eerste potje van de dag. Maar vaak speel ik juist beter als ik gewoon niet veel potjes al gespeeld heb. Want dan ben ik gewoon nog gefocust. Oké, ik weet niet hoe lang deze video gaat duren. Ik weet niet hoeveel... Oh nee, gelijk een verschrikkelijke matchup. Oké, mochten we dit potje verliezen, niet huilen, niet boos worden. Want dit is gewoon een moeilijke matchup. Dit is simpelweg gewoon een moeilijke matchup. We komen gelijk tegen Graveyard. Prima als we dit eerste potje verliezen. Gaat hij met baby daar komen? Nee, oké. Prima als we dit eerste potje verliezen. Mag gewoon gebeuren. Gaat hij ook gelijk de King Tower activeren? Dat gaat gelijk goed ook, ja. Oké. Yes. Maakt helemaal niet uit als het eerste potje. We moeten gewoon een beetje positief blijven ook. Als ik nu gelijk verlies en ik ga boos worden op mezelf, dan werkt het ook niet. Oké, dat is nice. Dan zitten we nu op de toren. Dat is heel top. 2 hitjes, denk ik. Doe even die spikkerbol, dan zullen we hopelijk een tweede hitje pakken. Ja, let's go. Heel nice, heel nice. Dit laat ik niet gaan. Dus ik laat even die Ice Wizard even 1 keer hitten. Ik heb liever dat die hit op mijn Skell Barrel dan op mijn toren. Oké, ik verwacht nu een Graveyard. Wil ik dan de brug blokken? Ik denk het niet. Ik twijfel. Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon een Knight hier doen. Oh, hij doet geen Graveyard. Oké. Dan is dit een heerlijk momentje om te komen met de Evolve Mortier. Perfect moment. Perfect moment. Oké, ik denk deze keer dat ik niet de log doe. Ik denk dat ik mijn elixir bespaar. Oké, dat had ik verwacht hoor, dat hij poison zou doen nu op mijn Little Prins en op mijn Mortier. Maar we doen alsnog 1 hitje op de toren. En die goblin! 1 hitje, top. Top. Dit gaat echt veel beter dan ik ooit had gehoopt. Ik weet niet of die speerbal dat moet doen. Gaat die baby draak doen. En ik heb geen knight in cycle. Dan doe ik dit puur om hem iets van elixir te laten gebruiken aan de rechterkant. Kijk eens aan. 3-3, prima. 3-3, prima. Doe ik een hoge Little Prince, want ik wil geen poison value geven. Ability. Dit kan een fout zijn hoor, wat ik nu aan het doen ben. Maar ik wou hem geen poison value geven. Dit vuurbal ik gewoon. Extra damage op die Evolve Knight. Oh, top. Oké. Nu dit in de back. Nu wel de brug blokken. En nog een keer. Wacht ik op zijn poison of op zijn Nado inderdaad. Oké, nice. En nu doe een hoge Little Prince om die baby draak te snipen. Gaat tot nu toe. Heel erg sterk. Ondanks dat we maar net voor staan. Oké, ja, dan is denk ik hierna het moment dat ik kan komen met mijn Mortier. Want hij heeft geen poison in de cycle. Oké, op deze manier ga ik de Tombstone uit cycle rammen. Ja, nice. Yes, top. Little Prince, alsjeblieft, ga op de baby draak. Ja, nice. Ability. Die ability was slecht. Pakken wel een hit. Oké, dit helemaal in de back. Ik denk aanvallen. Ik kan neder gooien. Ja, doet hij ook. Wacht even op zijn barbel. Ja, dan doe ik nu de speelgebodden. Oh, baby daar is al neer. Nice. En we hebben alweer een nieuwe Mortier. Ik denk dat ik nu eindelijk door heb hoe ik deze match moet spelen. Oké, dit wordt alleen even lastig. Ik denk dat hij nu Graveyard gaat. Dus ik ga alvast de gang in. Hij gaat nu de... Poison waarschijnlijk laag gooien, waardoor ik... Yes, dit kan doen. Spikbolden in de hoek, die zijn net te laat. Oké, goede nedo van hem. Eerlijk is eerlijk.
Zo, top. Oké. Okay. Ja, ik heb al nooit zo goed tegen Graven gespeeld. Het gaat echt heel lekker. Nice. Oké, okay, gewoon even die druk houden. 46 seconden, zo. Ik kan gewoon winnen, hou niet dan. Zo, die hoge Little Prinsen zijn echt op dit potje red, joh. Als ik nu gewoon de brug blokken, kan mij toch nooit er meer doorheen komen. Dit is echt insane. Dit is echt insane om deze video te beginnen. Dit speelden we heel lekker. Hoge druk met de mortier werkt dus kennelijk tegen Graver. Dit is echt een matchup die ik normaal gesproken altijd verlies. Misschien was het geen goede speler. Laten we even checken. Gewoon rustig ook, hè. Lekker eventjes checken. Hoeveel staan we nu? Hoe hoog staan we nu? Zodat we niet te veel potjes op rij spelen. Even kijken. Nou, best season van top 4K is niet verkeerd. Check ik even hoe hoog ik nu sta. 6.8k. Ik weet ook niet wanneer ik moet stoppen. Ja, nu heb ik één potje, ga ik natuurlijk niet stoppen. Maar op een gegeven moment, als we nu blijven winnen, wat we moeten doen. En we staan 75ste. Oké, okay, doe even dit. Openen even deze chest. Volgend potje. Nope. Dat is echt de next level focus nu. Hè? Dat is echt de next level focus nu. Volgend potje. Dat is met afstand mijn beste seizoen ooit. Oké, okay, dit wordt dan lastig. Als we dit verliezen, maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Staan we gewoon nog steeds zo hoog. En gaan we daarna weer door. Dan moeten we gewoon altijd tegen onszelf blijven zeggen. Oké, nice dat je iets gebruikt. Oeh, in level 14 is het dan weer dezelfde match. Dat hoop ik niet. Oké. Okay. Sterk begin van hem. Magic Archer en Poison. Wat dan? Is het de Valbrekers dekje, maar er zit vuurbal in. Niet Poison. Knight in the back. Wat deed hij ook weer begin? Oh ja, Barbarrel. Barbarrel, Magic Archer. Het is geen, hoe heet dat ding ook weer, de Elixir Golem, toch? Oké. Okay. Poison heeft hij. Oké. Okay. Zo snel mogelijk die Elixir Golem killen, want dan krijgen we extra Elixir om de rest te verdedigen. En dat is prima. Dit is meer dan prima. Deze even op te blokken, zodat die speerkobolden inderdaad killen. Vuurballetje, is dit het nu waard? Of ga ik dan... Nee, ik denk dat ik te veel elixir verspil als ik nu een vuurbal ga droppen. Dus wat we nu gewoon gaan doen, is een knight om dit te blokken, denk ik. Ja, ik denk ook niet speerkobolden, omdat speerkobolden goedkoper is. Dus ook level 14 Magic Archer en een level 14... level 14 Magic Archer en een level 14... Ik weet even niet wat ik wil zeggen. Doelpunt in de bek. Deze ook in de bek. Dit even om die... Oh, verdorie. Ik wou die... Oeh! Ik moet eerlijk zeggen, dat wist ik niet. Dat de kinktoren daardoor zo geactiveerd zou worden. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Dit is wel een perfect moment om nu hiermee te komen. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die dit gaat stoppen. Als ik heel eerlijk ben. Zo, dit. Oké, een mais. Voor een elektrodraak die hij waarschijnlijk nu gaat gebruiken. Oké, okay, poison, laten we gewoon lekker gaan. Laten we lekker gaan. Niet te veel overcommitten verder. Maar ik had misschien wel daar de ability moeten doen. Even loggen. Ja, ik had wel de ability moeten doen. Nu gooi ik een log weg. En dan voor één elixir meer had ik een ability nu op zijn toren gehad. Nu twijfel ik eventjes. Wat is nu handig om te doen? Oh, wat dom. Hij gooit een healer. Die heeft hij gewoon echt nodig op defense. Die heeft hij gewoon echt... Oh, dit is een slechte game van mij. Moet ik natuurlijk een drop te dachten van... Oh, dit is misschien heel handig. Hij heeft... Oh, het is wel een prima gang. We killen hem wel. Ik dacht dat we Magic Archer niet zouden killen. Hij heeft namelijk gewoon die healer nodig op... Oh, dit is een slechte mortier. Ik had niet verwacht dat hij zo snel weer een nieuwe... Oké, die komt wel op een goed moment. Die evolved mortier. Die gaat nu chippen. Die gaat heel veel chippen. Die gaat zoveel chippen dat we misschien zelfs... Oké, de toren is cool.
pakken we ook even... We pakken triple volgens mij met die vuurbal. Ja, we pakken de triple. En dan is het nu GG. Want nu gaan wij druk blijven zetten ook met de mortier. En met die keuzes maken. En dit is GG. Dit is GG. Dit is sowieso GG. Hij mist ook de barbel. We winnen het tweede potje. Let's go. Oké. Top. Top, 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 top. Wanneer stop je dan, hè? Want dit is echt met afstand mijn beste seizoen ooit, hè? Ik hoop zo erg dat die... Weet je wat? Ik ga eventjes de opname stoppen en opnieuw weer door. Want als deze dingetjes kwijt zijn, dan ga ik echt huilen. Dus ik stop me even nu, ben zo weer terug. Ben ik weer. Gewoon, we gaan gewoon door, hoor. Maar dan heb ik in ieder geval die twee potjes sowieso safe. Want stel je voor, hij valt opeens uit mijn computer dat één keer de 100 opnames gebeurt. Dan ben ik gewoon de Sjaak, of 150 opnames. 5800 staan we nu van de wereld. Terwijl het seizoen nog ineens 2 dagen duurt. Dat is echt niet normaal. Oh, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Oké, wat is... Het is echt een bizar profiel ook. Oké, rustig, rustig, rustig blijven. Oké, deze even rustig openen. Oké, gaan door. Cool, dit is het momentje om zo hoog mogelijk te finishen. Ooit gewoon. Oké, geen enge badges. Wel dat LDN, dat spreekt me niet heel erg aan. Oké. Voor als die met zijn barrel komt. Ik ben op zich niet heel bang voor een Skarmy. Dat vind ik niet een hele enge kaart om tegen te komen. Skarmy Dark Prince. Kan misschien een Magic Archer zijn, dus ik doe even de Knight even hier zo. Maar nou, waarschijnlijk trouwens helemaal geen Magic Archer aan. Vuurbal deze. Ah, te laat. Of niet? Niet te laat. Oh mijn god. Wat een wereldbegin. Oh, jongens, wat is hier aan de hand? Oké. Wat voor een deck heeft hij voor de rest? Is het gewoon een Goblin Giant deck, maar dan een rare variant? Ik denk het wel. Hij heeft geen bats, dus eigenlijk is dit nu heel sterk om te komen, hè? Ja, maar misschien doet hij dan Goblin Giant. Een normale Giant, ja, dan moet ik sowieso met dit komen. Oh, hij doet weer die trick. Hij doet die irritante trick. Die trick is dat... Die trick is dat, zie je, ik wist dat hij of die zijn spel op aanval zou gebruiken of op verdediging. Waardoor ik of hij zou geen damage doen of ik doe veel damage. Vandaar dat ik toen kwam met die Skull Barrel. Goede keuze. Dit is die trick. Ik moet even de mortieren, ga ik even 1 naar rechts droppen. Want je kan dus met de Sparky, kan je de Giant van de mortier afdrukken. En ik vergeet altijd dat dat kan. Maar nu ben ik er weer aan herinnerd. Ja, dan moet ik loggen aan laag en dan kan ik niet hoog loggen bouwen. Had ik beter kunnen doen. Ik had misschien beter die Dark Prince gewoon kunnen chargen. Laat die chargen op mijn Little Prince. Ah, shoot. Nu ben ik sowieso die rechter toren kwijt. Oh, nu wordt het wel heel veel lastig nog. Nu wordt het wel echt lastig. Hij heeft bats. Gebruikt hij nou net bats? Ja, hè? Volgens mij wel. Ze heeft nu geen bats met die Queen. Ja. Dan doe ik vuurbal. Dan killen we die Queen als hij geen ability dropt. Daardoor lokken we of zijn ability uit of we killen de Queen. Inderdaad, top. Deze op defense. Ah, ik weet niet of dat handig is. Nu de Giant Graver, denk ik. Hoe gaan we die dan stoppen? Doe het op deze manier. Wat bats. Ik hoop dat die bats in een veugel... Dan is een snelle reactie. Oeh, als we nu de toren bewaren, dan is het heel sterk. Het is heel steady dat we nu die toren bewaken. Bewaren bedoel ik, sorry. Top. Dan rooien we hier een vuurbal op. Kijken of je ability gaat doen. Nee, dan is hij neer. Ah, shoot. Ja, snel door. Doorpakken. Ja, GG. Wauw, jongens. Dit is zo insane goed. Dit gaat echt belachelijk goed. Het is echt niet normaal. Ik wil eigenlijk stoppen, maar dan denk je van ja, wat nou als ik nu gewoon 3 potjes op rij sowieso al had gewonnen. Dus ik wil eigenlijk misschien doorgaan tot ik verlies of zoiets. Ik moet even nadenken, we zitten gewoon op 2300. Of niet? Of zit, nee, is het nu 83? Zit nu op 83? 5.2k. Oh, wat is dit? Oh, zo zonde. Je wil er niet verliezen. Dit is echt niet normaal. Oké, we gaan door. We gaan door. Dit doen we zo. Oké, even rustig weer. Even kijken wat zijn profiel was. Het zijn echt niet hele makkelijke matchups, hoor. Oh, dit was wel een slechte speler. Maar echt geen makkelijke matchups, zo, die we krijgen. Oké. Star Robert. Twitch Rocket CR. Is dat een bekend iemand? Die Twitch speler denk ik wel. Oeh, oké. Speelgoal. Dan zou hij dan Walbrekers Magic Archer deckje spelen. Zou kunnen.
andere lane. Hij logt, dus hij kan niet bij een Little Prince loggen. Oké. Okay. Misschien is dat helemaal hetzelfde rekje, zou ze maar kunnen. Indien dat het geval is, predicten we niet zijn Little Prince. Die was te cool daar aan het doen. Ah, het is ook sowieso niet dekje. Hetzelfde dekje. Oké. Okay. Oei, ik mis daar de... Ja, dat kost me wel damage. Ik mis daar de vuurbal op de Knight. Dit moet ik laten gaan. Ik moet het laten gaan. Oké. Okay. Ik word outplayed. Ik word outplayed op dit moment, jongens. Ik word echt zwaar outplayed. Ik word echt zwaar outplayed op dit moment. Ja, ik word echt zwaar outplayed. Ik denk dat ik dit laat gaan. Ik denk dat ik gewoon opgeef. Nee, ik wil niet opgeven. Nou, weet je waarom ik wil opgeven? Want ik denk van, nou, als ik dit nu uit laat spelen, word ik alleen maar meer geïrriteerd. Misschien is het beter om gewoon mijn verlies te nemen bij dit potje. Ah, zonde zeg. Zonde. Ik had die Knight niet moeten doen. Het is zo obvious dat je dat zoiets doet als een beginnende speler. Good luck. Ik moet een gok hebben, dus ik ga het nu wel... Ja. Weet je, ik weet dat het waarschijnlijk niet gebeurt, hoor. Dat die musketier hoog is en dat hij het op die manier probeert. Maar ik moet nu gewoon een gelukje hebben. Ik moet nu gewoon een goede play hebben. Want anders wordt het sowieso niks meer. Oké, we pakken nu wel 2 hits op de toren. Maar hij heeft dat dingetje, ja. Wat we kunnen doen. Dit en dan gelijk dit. Hij gaat loggen. Ja, maar Jan, ja. Nee, gewoon volledig uitpleten. Oké, kan gebeuren. Checken we zijn profiel. Ik wil het niet alleen... Kijk, soms vind ik het prima om te verliezen. Maar dit is zo'n ingemaakte verlies. Dat ik niet hierop wil eindigen. Dus ik ben zo weer terug. Checken we zijn profiel. Doen we nog een potje. Jammer. Hier doen we gewoon volledig uitpleten. Gewoon echt volledig uitpleten. Oké, geen probleem. Checken we even zijn profiel. Ongeveer hetzelfde dekje. Dus musketier in plaats van... Nou, prima profieletje. Oké, okay. Maakt niet uit. We gaan gewoon onze win terugpakken. We komen nu tegen RBN, Batedor, Nova Storms. Oké. Spiegelbol er sowieso mee beginnen. Laat het gaan. Bijna vuurballen, daar zien we al, denk ik. Slecht begin van hem, heel slecht begin van hem. Oh, lekker. Heel slecht begin van hem. Oké. Okay. Echt een mega slecht begin. Of een goed begin van ons. Het is maar hoe je er maar naar kijkt. Little Prince en Ballon en Inferno Draak. Oké. Okay. Ik kan met dit verdedigen, want we hebben ook Mortier, we hebben Speergebodden, we hebben Goblin, Goblin Gang. Ik weet niet wat deze vent aan het doen is. Beetje oppassen voor een ballonpush nu, maar we hebben nog steeds de gang. We hebben een vuurbal, we hebben een mortier. Oké. Okay. Ah, dat had ik niet moeten doen. Ik wist niet dat die toren zo laag was. Ik weet niet zijn spel, dat is het enige vervelende nu. Even blom. Oeh, dom. Dom. Hij lijnt die vuurbal op, waardoor we... Extreme damage pakken. Hij gaat niet eens damage pakken. Hij gaat niet eens een beetje damage pakken. Oh. Ik weet niet of die Knight slim was. Misschien had ik wat damage moeten accepteren. Van hem. Om zeg maar daardoor meer elixir te hebben. Hij heeft nu wel de Barb's Evolution. Oké. Okay. Hij heeft geen arrows in cycle. Ik denk als ik dit doe dat hij dan zijn Barb Evolution voor zijn toren doet. En die moeten we dan stoppen met onze mortier. Dus ik heb liever dat ik een mortier... Gewoon hoog doet en dat hij de Barb Evolution in het midden doet. Ik denk dat ik het liever heb. Little Prince loggen we gewoon als hij die gebruikt. Oeh, hij doet wel slim daar. Ik weet niet van welke kant hij wil pushen, dus ik durf Little Prince, wacht ik even mee. Oppas voor die Inferno Draak, ik ga het niet verliezen daarop. Ready for dit, als hij zept opeens. En als hij opeens een zept of zo, weet ik veel. Oké, top, we hebben geen... Oké, we gaan nu gewoon doorrammen. We gaan er gewoon voor zorgen dat we die tweede toren pakken. Dan mogen we onze toren verliezen, zeg maar. Dat mag gewoon, als we die tweede toren pakken. Dus... Dat is nu een beetje het plan. Die, die ballen even. Geen arrows in cycle.
geen Erisin Star. Ja, oké, okay, hij gaat wel storen pakken nu. Twee dingen moeten we voor oppassen. Even één hitje. Top. Accepteren dat we ons storen kwijt zijn is prima. Nou. Dat zeg ik. Hoeveel ons storen maar niet kwijt zijn. Boom. En anders had het wel gewonnen. Want daarom wil ik zoveel mogelijk damage nog pakken op die linker toren. Oké, deze winnen we ook weer. Oké, top. Binnen is deze. Oké. Dan zijn we gewoon weer waar we net waren. Zie je, dan maakt die los helemaal niet uit. Cappuccinetje is wel op, dat is wel weer jammer. Gaan we gewoon door. Staan we nu precies hetzelfde. Ja, top 5k bijna. Let's go. Gaan we gewoon lekker door. Ik denk als deze weer... Ik moet even kijken. Ik weet niet wanneer ik ga stoppen. We gaan gewoon even kijken. Want de video wordt natuurlijk ook steeds langer. Deze guy. Oké. Yeudio. Prima starting hand hebben we. Beginnen met Skelbarrel. Gewoon gelijk in de aanval. Let's go. Wat doet hij? Oké, Infernodraak. Ik had liever nu Spiegelbodden gehad. Oh. Oké, dan wil ik ervoor zorgen dat... Ik kan allebei ook wel een night laten gaan. Ah, ik had langer moeten wachten, ja. Nu dat die babydraak niet in de range van de toren. Klein foutje, maar niet heel veel uit verder. Dan houden we iets minder over. Oh, oké. Nou, gaan we ondertussen een beetje chippen aan deze kant. Ja, het is Ballon Fries. Nog. Ja. Ballon Fries. Knight en Martier hoog, denk ik. Als hij ballon erachter komt, doet hij niet. Knight dan gewoon normaal. Valkyrie heeft hij ook nog eens. Oké. Valkyrie stoppen we. Oh. Dat is een manier waar ik zeg. We hebben nu geen... Graveyard. Bodertje is nu zo lekker. Oh, hij heeft geen elixir voor de boder. Of had net even niet geen elixir voor zijn boder. We willen opposite lane, dus... dus ik ga nu gewoon Skelbarrel aan deze kant. We willen opposite lane pushen. Dan hem, of van hem. Ik doe even de boder, even knight even iets lager, zodat we iets meer tijd hebben met de knight, mochten we een aanvallende mortier komen. Ja, we willen een aanvallende mortier komen. Hij heeft waarschijnlijk wel freeze. Dat is top. Dat betekent dat hij geen... Is dit handig? Ik kan nu wel een babydraak op mijn Little Prince droppen, maar ik denk toch wel dat het handig is. Ah ja, oké, dat niet wacht. Oké, dan kunnen we dit gewoon uitspelen. Dit doen we hier in de back, zodat mijn Little Prince levend blijft. Hij heeft geen bowler in cycle, dus een ability zou sterk zijn. Hij heeft wel bowler in cycle trouwens, volgens mij. Nu sowieso. Oké, hopelijk gaat die Little Prince die babydraak killen. Dit eventjes om gewoon wat elixir te gebruiken. Ik had lief aan de rechterkant gewild. Maar ja, weet je, dat hebben we nu even niet. Doe ik even de knight toch weer even naar achter. Anders helpt de toren niet mee op de bowler. Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Dat was wel echt te verwachten gewoon. Ik heb gewoon 3 hits. Dat doe ik ook. Oh, ik heb eigenlijk nog nooit over dit ding gespeeld. Tegen die Valkyrie. Oh nee, nu pak ik ook niet de... Oké, nu gaat het een beetje mis. Ik pak nu niet de babydraak. Die babydraak gaat nu niet neer. Ik moet even wat druk zetten, want anders is het niet te enge. Blijf druk zetten via de andere kant, dat is denk ik handig. Kom alsjeblieft, kom op tijd, dan wil ik die top. Ja, die druk via de andere lane was heel handig. De druk via de andere lane was heel handig. Knight drukken. Drukken. T. Bam. Baby, daar kunnen we helemaal laten gaan aan de rechterkant. Wat we wel kunnen doen is dit. Omdat die gang in de counter heel vervelend is voor hem om te stoppen. Ondertussen doen we ook nog eens dit. En doen we dit. En we hebben GG. Oh, let's go. We gaan zo lekker. We gaan zo ziek goed, jongens. Holy. Oké, we blijven doorrammen. Blijven doorrammen. Oké, ik ga deze opnames ook weer eindigen. Dat ik gewoon allemaal stukjes heb. En dan wordt het gewoon één lijpe video. Dit wordt een van de ziekere video's, denk ik, ooit. Top 5k zitten we nu. Tuurlijk zitten we top 5k. Natuurlijk zitten we top 5k, boys. Oké, 46ste. Ja, wanneer stop je dan? Ik wil niet stoppen op een win. Ze zeggen altijd wel stop op je hoogtepunt, maar nu gaat het niet op. We gaan nu gewoon door. Oké, ben zo weer terug. Oké, ik zit er lekker in. We gaan er gewoon door. Concentratie. Gewoon gelijk doorgaan ook. Oeh, fly machine. Ah, oké. Ik hoop niet dat... Ja, het zal wel dat dekjes aan. Anders heb je die dingetjes niet op je profiel. Niet ideaal. Ik kan niet heel chill om tegen te spelen. Maar alles beter dan Graveyard. Oh, het is dat niet dekje. Het is ook niet eens dat dekje. Oké. Wat wil je dan liever doen?
om te Megamine is, denk ik dat het misschien wel... Oeh, die Knight te vroeg gedropt misschien? Nee, iets te vroeg wel, maar maakt niet heel veel uit. Ik wil zeggen, omdat ik die Megamine zie, dan is het misschien wel een Graveyard, een Lavondekje. Dus vandaar dat ik de Knight deed in plaats van Lil Prince. Oh, het is misschien wel Graveyard, Giant Graveyard. Doe ik even de martier toch op de safe... Het is Giant Graveyard. Op de safe plek. Stel, hij gaat opeens zo'n trick doen, net zoals die Sparky van net. Ik weet niet of dat met de bowler kan, maar voor zekerheid maar gewoon op deze manier doen. Oh, dat is allemaal prima, joh. Top dat die Lil Prince neer is. Ik neig naar een vuurballetje, hier. Ik heb toch nu een elixir. Dat is niet ideaal dit. Dat speelde ik niet ideaal. Die vuurbal was niet helemaal slim. Goed getimede log dat dan weer wel. En hebben de schade relatief weten te beperken. En we zitten opposite lane. Dus het valt nog mee. Hij deed een snowball, barbs. Ik had die vuurbal op Nightwitch was niet zo slim. Ik dacht dat ik die met die mortier die bowler al gecanceld had. Maar dat viel een beetje tegen, waardoor ik best wel troep moest gaan droppen. Het valt me nog heel erg mee, want dat was wel een hele slechte sequence daar. Die spiegelbolden moest ik doen om die bowler af te leiden. Dan ook nog een... Een Mega Knight. Dit doe ik even in de back. Killt de spiegelbolden, dan doet hij bowler in de back. Doe ik Knight in de back. Snowball en dan poison, denk ik. De rechterkant kan ik altijd ability groen doen als hij een graveyard erop doet. Oh. Oh ja, tuurlijk. Jezus zeg. Oh, had ik ook arrows, ja. Ik moet even wachten dat ik ook die Nightwitch erbij pak. Ah, ik dacht, ah jammer, ik dacht dat die Megamine ook nog neer was. Die was niet neer. Oké, verliezen we dit potje? Even denken. Ik wil er eigenlijk nog één. Ik ga er gewoon nog één scheiden. Kijk, als ik nu weer win, sta ik weer hoog. Als ik nu twee op rij verlies, dan stop ik gewoon. Denk ik. De video is wel lang aan het worden. Of moet je gewoon nu stoppen op een lekker puntje? Als ik nu weer win... Kijk, oké, stel ik win nu weer. Dan moet ik daarna weer doorspelen. Blijf de video zo lang... Waar staan we nu? We staan 5.2k. Holy damn. Oké, check even. Het is ook een hele moeilijke matchup, hè. Eigenlijk, ja... Door. We gaan door. Als we deze verliezen, stop ik wel, denk ik. Als deze winnen, stopt de video wel. En dan moet ik even bedenken wat ik dan ga doen, want anders wordt de video gewoon te lang. Maar in ieder geval, Ben. Romische Reig. Kom op. Concentratie. Het was een moeilijke matchup. Boeit dus niet dat we dat verliezen. Ik denk toch liever Spiegelbolder dan Skelbarrel als first play. Top. Laten we gaan, die barb. Ik weet niet eens of hij een hit doet daar. Oké. Barbarrel. En een bomtoren. En een poison. Oké, barbarrel. Poison. Minor poison misschien. Ik weet het niet. Oké, om 10 Little Princess heeft hij geen Magic Archer. Dus ik kan nu met mijn martier komen. Heeft geen bomtoren cycle. Geen poison cycle. Willen we dit vuurballen? Lastige keuze. Ik denk het wel, ja. Toch speerbolden. Ik weet niet wat voor kaart hij heeft. Maar het zal vast wel goed zijn om speerbolden te gebruiken. Okay, de rest kunnen we het laten gaan. Knight. Ah, shoot! Ik dacht dat hij niet een poison zou droppen op die. Oh, gaat, alsjeblieft, gaat neer. Echt wel neer. Oké, okay, super. Dan maakt die Knight niet heel veel uit. Anders heb ik hem natuurlijk. Oh, misplay Knight. Nice. 1, 2, 3. Het is dus een graveyard. Heeft geen poison, dus ik kan dit gewoon helemaal in de back doen. Het is een graveyard dekje waar we tegenkomen. Kijk, ik ga nu niet dit doen, want hij wil nu sowieso bomtoren doen en heeft hij extra value. Dus ik laat dit gaan. Ik denk dat hij sowieso al bomtoren doet, want hij denkt dat ik... Spiegel... Oh, nee. Oké. Okay. 2 hits? Vind ik niet helemaal eerlijk. Het was zelf same lane, dat is precies wat hij wil natuurlijk.
Even hem bang maken. Hey, we kunnen ook hier. We kunnen ook naar deze kant. Gewoon hem even een beetje gek maken. Gewoon laten zien dat we ook opposite lane kunnen. Ongeveer hier, denk ik. Blok. Dat is een snelle reactie. Nice. Ja, dat is, dit is een enge push via rechts. Het is een hele enge push via rechts. Deze nu. Zo, wat een ability zeg. Wat een wereld ability van hem. Nu is dit heel eng. Geen tooractivatie krijg ik misschien. Nee, krijg ik ook niet. Hoge bom door doen, ik ben te laat. Grappig dat ik het gewoon aan zag komen. Ik weet niet wat ik daar probeerde. Net niet. Oh, wat speelden we goed, zeg. Oké, dan moet ik hier een video eindigen. We hebben nu 2 kop bij verloren. Nu moeten we ook gaan stoppen. Wat speelden we goed door op het einde. We begonnen heel slecht. We hadden 1 hele slechte push. Of zeg maar 1 hele slechte verdediging, volgens mij. Als ik het goed kon herinneren. Daarna speelden we echt sterk op opposite lane. Deden eigenlijk gewoon textbook. Speelden we. Maar ja, helaas waren we gewoon, stonden we gewoon te ver achter. Oké, 2 verloren weer op rij. Staan we 5.7k. Ga ik hier bij de video eindigen. Ik weet niet of misschien, ik denk heel misschien dat ik nog ga spelen eventjes zonder opnames. Even kijken. En als ik dan nog 1 potje verlies, dat ik het gewoon helemaal laat. Moet even kijken nog. Het is nu nog zaterdag. Dit is in ieder geval een super lijpe video geworden. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Bedankt voor het kijken. Zie je in de volgende video. En best seizoen sinds echt een hele lange tijd. Zie je in de volgende video. Oh wacht, trouwens gaan we even, toch even checken. Toch even mijn eigen ego een beetje kijken of het een goede Deze hadden we moeten winnen. Nee! Nou ja. Ik hoop dat jullie ervan kijken. Zie je in de volgende video. Tot dan, mensen.